Hey, yo kijkers van de Seriegamer, leuk je kijken naar een nieuwe video op de Seriegamer. En vandaag heb ik een gloednieuwe serie voor jullie. Helaas zonder webcam. De volgende aflevering gaat waarschijnlijk met webcam. Of het wordt een roleplay video, dat weet ik nog niet. Maar als het een roleplay video is, is het zonder webcam natuurlijk. Maar ja, anders dan zie je het wel. Maar helaas, dit keer zonder webcam. En ik ga jullie even uitleggen wat ik nu ga spelen. Als nieuwe serie, want dat heet, op het DDG server hebben we een nieuw project en dat is My Nation. Het heet My Nation en ik ga jullie even in deze video uitleggen wat My Nation nou is, waarom ik My Nation ga doen, of tenminste wat My Nation is en wat ik ga doen op mijn kanaal met My Nation en we gaan er een leuke video van maken. Ook al weet je wat My Nation betekent en wat het is en wat het inhoudt allemaal, wordt het ook een leuke video. Vergeet natuurlijk niet de blauwe te doen, vergeet niet te abonneren en natuurlijk niet te reageren en natuurlijk niet te delen. Dat zou ook super insane zijn als dat jullie kunnen doen. Het is namelijk een DDG, het is op de DDG server en het heet My Nation. En het is een nieuw project. Nou ja, nieuw project. Ik begin er al een beetje laat mee, I know. Maar ik had het eerst nog niet, ik vond het eerst nog niet heel erg leuk, maar nu leek het me wel leuk. Dus vandaar. En ik ga jullie even uitleggen, want jullie zien hier allemaal gebouwen en allemaal rare dingen voor me staan. Ik ga jullie even uitleggen en bomen. My Nation houdt in, je spawnt in een map. In deze map heb je een team nodig. Je hebt echt een team nodig, want zonder team kom je niet heel erg ver. Dat ga ik je nu al zeggen. Want als ik nu top doe, zie je een hele volle server met allemaal spelers. Die spelers zitten in verschillende teams. En die verschillende teams die zijn verspreid over de hele wereld, over de hele map. En die map, ja, die is best wel groot, tenminste volgens mij denk ik. Maar ja, dus je kan zo een andere base tegenkomen en je kan daar op bezoek komen. Hier verderop, daar verderop, die kant op waar ik me naartoe sla, daar is ook een basis. Misschien kan ik daar eens een keer roleplay opnemen ofzo. Misschien is dat ook een leuk idee. En je ziet daar ook iemand in de boom hangen daar en daar ga ik nu even over praten, over de beroepen. Want waarom, Kevin, moet je in teamen werken? Waarom zou je dat echt per se moeten doen? Nou, dan ga ik je uitleggen. Ik ben een houthakker, dat zie je misschien hier ook al. Beroep houthakker. En ik kan houthakken. Dat is heel logisch. Ik kan een boom hakken. Hier, een boom hakken. En wat ik ook kan doen, is bijvoorbeeld hier naartoe lopen. En dan kan ik hier bij de crafting bench, kan ik... Huh? Maar de crafting bench is heel anders. Ja, want hier kan ik bijvoorbeeld wood planks maken. Met die oh, holy shit. Luiaard, luiaard. Met die oakwood planks en die sticks kan ik dat geven. Die oakwood planks kan ik bijvoorbeeld maken. En die ga ik... ja, ben nieuw. Oh. Yo, rustig. Rustig. En zes chat. Ja, ben nieuw. Hallo, ik kan in dit team. Wat? Ik snap jou niet. Oké, ik denk dat dit bij mij hoort in het team. Ja, denk het wel. Maar kan ik in het team... Wat? Ik zoek nog toen. Jij bent Glenn. Oh, wat? Waar ik dus was, er kwam ineens een gekke kerel naar me toe. Maar goed, waar ik was. We hebben hier sticks en je hebt hier craft oakwood planks. Je hebt verschillende levels. Ik ben nu level 3 en ik kan dus sticks craften. En het benodigde level hiervoor is level 3. Als ik level 1 was, kon ik die sticks niet craften. En heb je ook allemaal andere dingen en ik weet niet wat ik dan kan craften. Want het staat hier bijvoorbeeld, wordt level 24 hiervoor. En dan kan ik weten wat ik dan kan craften met hout en zo. Maar goed, deze sticks en deze oakwood planks kan ik geven aan de bouwer. Want deze geraamtes, die zijn niks voor niks. Want deze geraamtes, als het maar één kleine steven muur is, dan bijvoorbeeld als het, bijvoorbeeld dit cobblestone weg is, dat het gewoon allemaal weg is, of hier mist missen twee blokjes, dan krakt dit helemaal in. En Kevin, hoe krakt dat dan helemaal in? Dat wordt gedaan door mods die op de server zijn en die laten dit allemaal inkrakken. Dus, ik kan alleen dit hout slopen. En wat het dus is... Je hebt een bouwer nodig. Je hebt verschillende beroepen. Je hebt bijvoorbeeld bouwer, smid, houthakker, blacksmith, mijnwerker. Want we hebben hier ook een mijn. Ik laat jullie even zien. We hebben hier een mijn. En kijk, dan zou je denken van, holy shit, deze mijn is raar. Ja, kijk, hier. We hebben een mijn met allemaal geraamtes erin. Als deze geraamtes weg waren, was dit ingestort. Dan kon de mijnwerker niet met zijn gang bezig gaan. Want deze mijnwerker die verzorgt voor steen en zo. En iron voor de smid. En voor de bouwer. Want ik kan bijvoorbeeld niet cobblestone. Of ik kan bijvoorbeeld niet... ik kan bijvoorbeeld dat steen niet kapot hakken. En de mijnwerker kan niet dat hout kapot maken. Dus we hebben... Je hebt een soort van... Nou ja, een soort van loopkring. Een soort van economie. Dus als ik hout heb gehakt,
moet ik dat maken en dan geef ik dat aan de bouwer. En dan maakt de bouwer er iets van. Dus, en ik heb eten nodig en dan heb je ook een boer nodig. Dus ja, dan moet ik ook nog even eten. Dus ja, het is heel erg logisch en het is ook allemaal heel erg leuk. En ik ga in de tussentijd ga ik ook even wat hout hakken, want er zit een cooldown op. Want als ik bijvoorbeeld deze... Kijk, je kan pas over 22 seconden deze actie uitvoeren. Als ik deze doe... Nee, wil ook niet. 17 seconden. Dus er zit een cooldown op als ik een blokje hak. En even zien, ik ga even wat sticks maken, want ik moest sticks maken voor mijn team. En deze, ik ga ook even een rondleiding geven uit van mijn basis, want we hebben hier echt een dikke muur, een dikke fort. We hebben daar ook iemand die is bezig in een boom. We hebben hier een paar deuren. En dan ga ik jullie even laten zien. Dit is de voorkant van het gebouw. Met een farmpje. Oh, kut. Oké, dit staat er al. Deze actie alleen toegestaan voor een boer. Dus dat kan ik niet. Dit is de voorkant van het gebouw. Met een logo. Volgens mij is dat logo. Ik ben net nieuw. Dus dit is de handelsruimte. Kunnen we handelen. En hier hebben we. Even zien. Zo. Hebben we de ingang. En deze ingang. Oh, je dropt een houtje. Nou ja, goed, ik pak die wel nog even op voordat die respawnt. Hier hebben we een klein huisje opslag of zo, wat dat wordt, ik weet het niet. Maar dit moet de bouwer nog even afmaken met oaken planks. En dat moet ik dan geven aan de bouwer. En er moet allemaal stevigheid in, want anders krijgt het ook in. En we hebben hier nog een fornuis. En we hebben hier een anvil. En dit is voor de smid, wat kan die tools maken. Wat ik bijvoorbeeld heb is een wooden axe. Die kan die smid maken. Scharen hebben we. We hebben hier heel veel hout. We hebben hier cobblestone. Heel veel eten. En dat is wel heel erg chill. Want met eten, zonder eten kom je ook niet heel ver. Dus het is echt een hele grote economie die je hebt samen met elkaar. En dat vind ik wel heel erg vet. En dat, ik vind het ook heel erg leuk. En voor de mensen die het opvalt bij de video. Kevin, waarom... de meeste mensen valt het niet op. Maar waarom is dit stukje... bovenaanste stukje een beetje zwart en de onderaanste stukje een beetje zwart van de video. Dat klopt, dat is een beetje het probleem met mijn opnameprogramma. Ik heb daar een beetje problemen mee, helaas. Ik probeer het zo snel mogelijk te fixen. De laatste tijd is mijn PC al een beetje verouderd te worden. Begint die al een beetje verouderd te worden. Dat komt omdat ik er allemaal top op zet van mijn PC. Dus ja, dan moet eens een keer weer een nieuwe Windows op. En, of een hele nieuwe reset doen. Maar goed, dat komt wel eens een keer weer goed. Alleen, ja, dan moet ik... dat kost tijd. Dus nou ja, goed, dat ga ik wel eens een keer fixen nog. Maar mensen, dit was een beetje een instructie van mijn Nation avontuurtjes die ik ga beleven. Waarschijnlijk ga ik ook roleplay opnemen. Vergeet natuurlijk niet een comment achter te laten wat jullie graag willen zien op mijn kanaal van mijn Nation. En ik drop mijn hex, die moet ik maar niet droppen. En, oh ja, ik heb hier ook nog even zien. Hier, kijk, dit zijn de punten die ik voor de XP nog nodig heb. Dus ik moet nog 191 XP krijgen. Totdat ik level up word. En dan kan ik iets nieuws gaan maken. En kijk, nu is het bijvoorbeeld 185. En we hebben hier een kaart. Deze kaart, die groene bolletjes, of die gele dingen, die zijn gewoon, dat is gewoon neutraal land. En die groene bolletjes, dat is ons land. Ons teamland. En als ik bijvoorbeeld, ik zit in een ander team, dan kan ik bijvoorbeeld hier niet chesten plaatsen. Kan ik hier niet opbouwen, want anders is het wel heel raar. Dus mensen, vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet natuurlijk niet een blauwe ogen te doen. Vergeet natuurlijk niet een comment achter te laten. En natuurlijk niet te delen. En dan check ik jullie later bij de volgende video van My Nation of Mytopia of andere shit. Later.